Reisnieuws en triptips op elkedagvakantie.nl. Vijf fietsroutes in Europa maken zich op voor de titel fietsroute van het jaar 2024. De genomineerden zijn te vinden in Zweden, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Maar ook in Nederland. Daar is de 150 kilometer lange Van Gogh-Drenthe fietsroute namelijk de kandidaat. Deze route brengt je naar het oerlandschap dat Van Gogh inspireerde. Afwisselend, met doorkijkpanelen en verhalen over Vincent van Gogh. De winnaar van deze fietsroutewedstrijd wordt bekendgemaakt op 23 februari 2024 tijdens de fiets- en wandelbeurs in de Jaarbeurs Utrecht. De autoriteiten, commissie en markt treedt met succes op tegen misleidende reisaanbiedingen en daarbij zijn 7 grote spelers op de vingers getikt. Het gaat om ANWB, Corendon, Expedia, Stipreizen en Sunweb. Die tonen nu wel de juiste prijzen. En 2 andere reisorganisaties bieden daarom vanwege die berisping tijdelijk geen reizen meer online aan. De Consumentenbond juicht het ingrijpen toe nadat de organisatie eerder al alarm sloeg over misleidende advertenties. En dan nieuws voor mensen die iets zoeken voor in de kerstvakantie. Safari Park Beekse Bergen en Talpa Network slaan dan de handen ineen voor een bijzondere winterervaring. De Light Safari. Over een 1,8 kilometer lang parcours stralen meer dan 3000 lichtgevende dieren, bloemen en planten. Vanaf begin december komen na sluitingstijd van het park duizenden objecten tot leven. Die zijn gecreëerd door de wereldwijde expert op het gebied van lichtsculpturen, de Chinese Zigong Lantern Group. De wandelroute is opgedeeld in 12 kleurzones, waar bezoekers meer te weten komen over de betekenis van de kleuren in de natuur. En dan voor mensen die met de kinderen erop uit willen gaan, naar het theater. De Sprookjesbosbewoners trekken opnieuw de theaters van Nederland en Vlaanderen in met een Efteling musical. En die heet Het Gigagantisch Avontuur. Klein Duimpje, Assepoester, Roodkapje, Langnek en meer nemen grootouders en kleinkinderen mee op een interactief muzikaal avontuur van 75 minuten. De reeks gaat op zondag 10 december van start in het Munttheater in Weert en eindigt weer volgend jaar in de zomer 16 juni in de Lamar Theater in Amsterdam. En dan een bericht voor liefhebbers van stripboeken. Astronaut André Kuipers opende deze week vol enthousiasme de tentoonstelling Covers, Adventures in Comic Art. Dat gebeurde in Noordwijk. Kuipers, zelf een fervent stripliefhebber, benadrukte de betekenis van strips als geschiedenis, humor en kunst in zijn leven. Stripliefhebbers uit heel Nederland, waaronder de 7-jarige Ibrahim Resch, reisden naar Noordwijk om niet alleen de tentoonstelling te bewonderen, maar ook om André Kuipers persoonlijk te ontmoeten. Ibrahim, dat is de zoon van Donald Duck-tekenaar Ahmad Resch, kreeg zijn ruimtevaartboek daarom gesigneerd door Kuipers. Nou, dat is toch een bijzonder exemplaar wat je dan in je boekenkast kan zetten en je hele leven van kan genieten. Glampings.com, start-up voor luxe kamperen, maakt zich op voor een boeiende fase met een recente investering geleid door een groep succesvolle ondernemers. Waaronder Reinier Lintels-Hoban, Thijs Terwiel en Jeroen Der Wort. Deze investering brengt niet alleen financiële steun, maar ook waardevolle kennis aan boord. Volgens medeoprichter Sven Schuurmans. De groeiende lijst van meer dan 1000 glamping-accommodaties op de website is nog maar het begin. Maar er zijn plannen om snel uit te breiden naar belangrijke vakantielanden in de rest van Europa. Elke dag vakantie besteedt ook altijd aandacht aan nieuwe gadgets en producten. Zo ook deze week. Ga je dit jaar weer op kerstbomenjacht bijvoorbeeld, dan kun je dat in stijl doen met bijvoorbeeld een Carhartt muts op je hoofd. Niet alleen blijf je hoofd warm, maar je ziet er ook stoer uit dankzij het iconische logo voor harde werkers. De stretchstof zorgt ervoor dat de muts altijd past, stevig zit en aangenaam aanvoelt, zonder dat de wind er onderdoor kan waaien, zo laat tenminste de producent weten. Bijzonder dit jaar is de Knit Holiday Beanie. En een gebreid sneeuwlandschap
voor het ultieme kerstgevoel. Ideaal om te dragen onder een helm, hoodie of oorbeschermers. Dat was het bericht van deze week op Elke Dag Vakantie. Meer informatie plus andere tips en allerlei links over de genoemde zaken kun je vinden op elkedagvakantie.nl. Tot volgende week! Met Sander Lindenburg heb je Elke Dag Vakantie.